better off dead? Am I better off a quitter? They say I'm better off now than I ever was with this. They take me to my local down the street. I'm smiling, but I'm dying. Trying not to drag my feet. And my friends are all there trying to calm me down. Cause I'm shouting your name all over the town. I'm swearing if I go there now, I can change your mind, turn it all around. You know that I'm drunk, but I'll say the words. And you listen this time, even though it hurts. I was never I confess to him. I'm nothing. Yeah. Yeah. So I stumbled there along the railings and the fences. I know if I face this face, then he'll come to his senses. Every drunk step I take leads me to his door. If he sees how much I'm hurting, he'll take me back for sure. Merle, Rosa en Sophie. Wat een gekke battle was dit! Wauw! Ali, begin jij. Ja, Marco, ik snap niet hoe je het flikt om het jezelf zo moeilijk te maken. Gewoon elke keer. Het is echt zo goed, alle drie. Ja. Ha, Merle, je hebt iets meer karakter in je stem, voor mijn gevoel, dan die andere. En daarom zou ik mijn voorkeur uitspreken voor Merle. Ja, dit is inderdaad een heel moeilijke keuze, want er staan gewoon drie topzangeressen hier. Echt heel, heel, heel erg goed. Ik zou twijfelen nu tussen Sophie en Rosa en ik geef dan een lichte voorkeur aan Sophie. Dankjewel. Nou ja, spannend, Marco. Nou, als eerste wil ik jullie alle drie een compliment maken. Want op het moment dat jullie met z'n drieën zingen, dan hou je die keurig netjes aan je stem. Dus echt, die driestemmigheid is fantastisch. Dat was knallen. Daar was volgens mij het publiek het ook mee eens. Als ik dan naar jou kijk, lieve schat Sophie. Jij hebt zo'n warm geluid. Het is eigenlijk zo prettig als je zacht zingt, dat je dan nog zoveel presence hebt en zoveel zeggingskracht. Rosa, jouw stem die prikt overal doorheen. Als je de hoogte ingaat, dan heb ik echt iets van wauw, dat zit er allemaal op en het is steady en zuiver. En dan Merle, jij vindt zingen zo ontzettend leuk dat je kan niet wachten om het gaspedaal in te drukken. Terwijl, weet je, de hoogte is jouw comfortzone, maar het zit ook vaak in de controle in de kleine stukjes. Ja, er zijn drie totaal verschillende meiden, maar ik moet een keuze maken en die heb ik gemaakt. Nou, aan elkaar vast, meiden. Met overtuiging kies ik toch vandaag voor Merle. Vond jij dit optreden ook zo te gek? Geef dan het duimpje omhoog.
En wil je als eerste de nieuwste optreden zien? Abonneer je dan even op het Voice Kids kanaal.